ready. Oké. Welkom bij de Raadspensionaars. Welkom terug. Aflevering 8 van seizoen 2. Aflevering 8 na een welverdiende herfstvakantie. Zeker, welverdiend. Want we hebben gisteren bij Arjen Lubach gezien waarom we dat verdiend hebben. Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik hoor inderdaad dat hij ons goed vertegenwoordigd heeft. Jazeker. Ja. Ik ben blij met het filmpje. Dus, maar goed, we zijn natuurlijk een podcast. We zijn twee geschiedenisdocenten, dus je raadt het al. De podcast gaat over geschiedenis. Ja. En vooral, het is de hoofdmoot is geschiedenis. We wijden wel eens uit over politieke dingen en over meningsdingen en weet ik wat. Maar de hoofdmoot is natuurlijk geschiedenis. En je kunt ons volgen als je wilt op Twitter, Instagram of YouTube. YouTube. En we zijn uiteraard te beluisteren, want dat doe je nu, op Spotify, iTunes, Soundcloud en of Deezer. Ja, en wil je iets melden of wil je ons bereiken, kan je ons bereiken via... Via, er zijn meerdere kanalen eigenlijk. Je kan ons natuurlijk een berichtje sturen op Instagram of op Twitter. Je kan uiteraard ook gewoon mailen. Naar, yes, daar aast ik op. deraadspensionaars@gmail.com ja. Of je gaat naar de website die je via Twitter kan vinden. Ja. En dan kan je een berichtje achterlaten. Er zijn dus verschillende manieren. Super leuk. Super, ganz geil. Ja. Ja, dan moeten we toch even terug naar... De vorige show of aflevering. Ja. En toen was de vraag... De Sovjet-Unie voert op 30 oktober 1961 een grote kernprofijt. Boven Nova Zembla wordt dus de zogenaamde Tsar Bomba tot ontploffing gebracht. En ja, dat was de vraag. Hoeveel keer ging de schokgolf die veroorzaakt werd door deze bom de aarde rond? En dat was het antwoord. De antwoord was 3 keer. Ja. Dus het was zo'n... grote explosie dat de schokgolf 3 keer de aarde rondging. Ja, bijzonder man. Dat kan op zo'n grote schaal, hè? Dat is echt gewoon huge. Ik denk niet dat ik me kan voorstellen in mijn hoofd hoe groot die bom wel niet moet zijn. Klopt. Maar je had toch ook een keer met leerlingen zo'n... Ja, er is een website waar je kan bekijken hoe groot de radius is van bepaalde atoombommen. Ik weet niet, Nukemap heet het geloof ik. Nukemap, moet je even googlen, Nukemap. En dan kan je zien bijvoorbeeld boven Nederland hoe groot de Tsar Bomba zou zijn als je hem... ter ontploffing zou brengen. Nou, de hele Randstad zou weg zijn. Dus Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En nog een groot deel van de rest van Nederland. Dus in principe, ja. Boom. All screwed. Alles kapot. Alles kapot ski. Dus dat ding was echt, echt gigantisch groot. Ja. We zullen een filmpje zetten op Twitter. Waarbij je een beetje ziet hoe die ontploft en dat soort dingen. Met wat commentaar erbij. Super vet. Zo wel, heftig. Ja. Ja. De explosie zelf is 50 megaton, of is, dat is de kracht van de bom. Dat is misschien leuk om te noemen, misschien zegt dat je wat. De explosie zelf was ook zichtbaar in Finland. Ja, er waren ook ramen die daar uit huizen vlogen door die schokgolf. Ja, dus dat is super heftig. Hij is ook ontploft bij Nova Zembla. Nou, dat is niet onbekend bij ons Nederlanders, want dat is de grootste, slechtste ontdekking van natuurlijk de Nederlanden. Ja, en de slechtste film. Ja, we blijven terugkomen. Terugkomen op de film, dat is gewoon crappy. Ja, sorry Arnie. Maar goed, Ja, de paddenstoelwolk, zeg maar, die opstijgt, die bereikt ook een hoogte van 64 kilometer. Bizar, ja. En de hitte van de explosie is zo groot dat op een afstand van 100 kilometer van waar je dus ontploft, krijg je nog steeds 30 graden brandwonden van die hitte. Er vallen natuurlijk geen gronden, want de bom valt natuurlijk in Nova Zembla waar niemand woont. Vergeten we natuurlijk wel dieren en zo, maar geen probleem, ik denk als dat natuurlijk. Ja, no worries. Ja, ik vind dat wel erg. Ja, goed. Dus heftig shit. Ja. Heftige bom. Gelukkig nooit gebruikt eigenlijk. Nee, dat is zeker heel dankbaar daarvoor, want dat zou echt serieus wel echt gebieden kunnen vernietigen. Hey, maar even iets anders, hè. Ja. Ik hoorde laatst op het nieuws, of ik weet niet meer waar ik het gezien had, maar schijnbaar... Hebben wij als mensen door bepaalde radiosignalen uit te zenden, creëren wij een bepaalde aura of force field, een beetje sci-fi-achtig, om de aarde heen, wat bepaalde stralingen en dingen tegenhoudt. Het is gewoon door mensen gemaakt. Ja, bizar, hè? Dus een soort Matrix-achtige... Dat is een soort van, Shields in Star Trek, dat idee. Alleen dan, maar dan niet echt op die manier. Maar het schijnt dus echt dat door bepaalde radiogolven, dat bepaalde dingen tegengehouden kunnen worden. En dat het best oké is. Dus ja, vaak hoor je wel heel veel slechte dingen over dingen die wij als mensen doen. En schijnbaar is dit een hele goede. Oké. Ze zijn nu ook aan het onderzoeken of ze dat kunnen gebruiken om... Ja, wetenschappelijk kunnen toepassen. En het is echt super interessant. Mind is blown. Ja, moest ik ineens aan denken aan,
aan die schokgolf, zeg maar. Dat wij nu ook al zoveel informatie en golven en weet ik veel wat allemaal uitzenden. Nou, het enige wat ik altijd begrepen is dat wij natuurlijk hersentumoren kregen van onze radiogolven. Maar ja. Dit zou dan een keer positief zijn. Ja, het is misschien... Ja, het kan ook. Ja, leuk. Nee, niet leuk. Maar... ja, dat vond ik een leuk weetje. Ja. Ik denk, oei, dat is wel interessant. Ja, nou ja, als we misschien kunnen we dat dan gebruiken tegen Alien Forces of zo. Wat een mooie link. Ja. Oh, echt een hele mooie link. Ik weet niet of het echt een goede link is, maar... Dan moeten we een sprongetje maken, maar hou die anders eventjes vast. Ja. Wel. Want we hebben natuurlijk wel eerst nog wat... Ja, we hebben het nieuws, hè? Het nieuws en luisterpost. Wat gaan we er eerst zeggen? Ja, maar... Ja, je zegt, jongen, het is jouw dag vandaag. We doen het nieuws eens even. We beginnen gewoon bij het nieuws. We beginnen even gewoon rustig, op vakantie gehad. Even lekker rustig aan. Juist, ja. Nou, het nieuws. Ja. Zeg maar. Nou ja, Trump dreigt de economie van Turkije te vernietigen. Ja, dat was natuurlijk. We zijn natuurlijk even een weekje niet geweest vorige week. Dus dat was voor mij vorige week of twee weken geleden al nieuws. Hè, dat Trump dreigt de economie van Turkije te vernietigen. Ja, zo noemt hij het dan ook. Zonder dat hij dat zo zegt. Een lekkere staatsman die dat zo op die manier zegt. Ja. Dus hij dreigt de economie van Turkije te vernietigen. En Turkije is not impressed. Nee. Dat klopt. Ja, dus hoe heet die? Erdogan lacht er nog net niet om. Maar ik denk misschien in zijn slaap... Nou, slaapkamer weet ik niet, maar in ieder geval thuis wel. Als hij thuis op de bank zit en dan ziet Trump, dan moet hij keihard lachen, denk ik. Ja, bijzondere uitspraken. Maar aan de andere kant, ja, het is niet ongebruikelijk dat wereldleiders dit doen, hè. Er zijn ook wereldleiders die dit wel vaker doen. Erdogan uitspraken? Nou ja, Erdogan die was ook best fel over bepaalde dingen in het verleden geweest. Ook over de Nederlanden. Ja. Ja. Je, het is niet ongebruikelijk dat dit soort dingen gezegd worden. Nee, oké, maar op deze manier, ja. Als je Erdogan en dingen natuurlijk vergelijkt, dan hetzelfde laken en pak misschien. Ja. Durf ik dat te zeggen? Maar toch? Ja, dat heb je al gezegd. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Het is hetzelfde type. Ja, hetzelfde type inderdaad. Misschien niet zozeer qua politieke achtergrond. Nee, oké. Maar gewoon wel een manier van politiek bedrijven, denk ik. Ja. Ja, dus heavy. Ja, en hoe is het op het moment in Syrië-Turkije? Ik heb het eigenlijk niet zo heel goed gevolgd de afgelopen dagen. Nee, nou ja, we hebben de laatste... Ja, er komt ook... En het is wel bijzonder dat dat nieuws dan eigenlijk verdwijnt eigenlijk. Hè? Dat, ja. Het was even headlines en dan opeens niet dus. Ja, en wat ik wel toch had gekregen is dat Amerika blijkbaar de leider van de IS heeft uitgeschakeld. Oh yeah. Ja. Nou. Althans, was een paar dagen geleden toch? Ze hebben nu weer een nieuwe leider aangewezen, IS. Ik snap het allemaal. Ja, dat zal moeten natuurlijk. Ja, en dat is dan weer eentje die onder Saddam Hussein in het leger zat. Dus dat is wel een grappige link ook weer naar wat je vorige keer had verteld. Ook over hoe het Westen eigenlijk in de hand heeft gedrukt dat die twee partijen zijn gaan samenwerken. Die extremisten en die gedesillusioneerde soldaten eigenlijk. Of legerleiding achter Saddam. Ja, ja. Zo zie je wat de onbedoelde gevolgen kunnen zijn, hè? Ja. Maar wat het laatste wat ik kan vinden van over de oorlog is eigenlijk dat er zo'n 4 dagen geleden, ondanks dat Turkije een gevechtspauze had ingelast, dat ze toch weer een nieuwe aanval hebben gedaan op de Koerdische stammen eigenlijk. Ja. Dat het Turkse leger en de rebellen slaag zijn geraakt met de strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten. En die bestaan voornamelijk uit de Koerdische strijders. Dat is wel... De Turkse president Erdogan had eerder de week van de week, vorige week, had hij afspraak gemaakt met Poetin. Dat hij dus een gevechtspauze zou doen om de Koerdische strijders tijd te geven uit de bufferzone te vertrekken. Russen en Turken gaan samen patrouilleren in dat gebied. Dus ik heb het idee dat Rusland een beetje aan de hand is wel van, de Turken. Eigenlijk wilden ze voorkomen wel dat de legers van Syrië en Turkije met elkaar in botsing kwamen. Dus dat is wel het idee. Maar goed, dat is eigenlijk de laatste status van het conflict. Hè? En het is dus gekomen omdat... De Amerikanen terugtrokken en Europa eigenlijk niks ervoor in de plek stelde. Waardoor dus Turkije zich blijkbaar genoodzaakt zag een soort bufferzone te creëren in het noorden van Syrië. Niet zo gek, want dat is ook weer heel dicht bij hun eigen grens natuurlijk.
Ja, het is uiteraard wel te verklaren. Of het goed is, ja, dat is een tweede. Ja. En hetzelfde als wat je tegen je leerlingen zegt. Hè. Ik begrijp het wel, maar het is niet oké, okay, weet je wel. Dus ik denk dat het een beetje... Ja. Ja, dus dat. Ja. Ja, verder in het nieuws is dat Microsoft begonnen is met het uitnodigen van mensen die de Project X Cloud willen testen. Wat is dat? Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk zou je vragen, waarom is het dan geschiedenis? Nou ja, omdat dit misschien wel, zeg maar, de introductie is van het streamen van games via een browser. Oh, op die manier. Nou is xCloud is meer voor vanuit Microsoft, zeg maar. Maar ik weet dat bijvoorbeeld Chrome ook een dergelijk iets aan het ontwikkelen is, of Google. Dat je dus via de Google Chrome browser games kan streamen. Ja. En dat is dus in die zin een stukje geschiedenis, dat dus eigenlijk de computers uit je woonkamer misschien wel verdwijnen. Dat je dan voortaan op een tablet of een minder goed apparaat, zeg maar, games kan streamen. Ik zeg ook, ik heb altijd gezegd van, joh, uiteindelijk hè, wordt een computer zo, kan je het niet meer uit je huis halen, zal ik maar even zeggen. Dus het is zo geïntegreerd in je hele huis, zal ik maar zeggen, dat hij op een gegeven moment in een meterkast zit. Ja. Ja, nou ja, maar het is wel, je hebt natuurlijk ook die de Google Home. Ja. Wat eigenlijk dat al is. Ja, dan zet je eigenlijk in je meterkast een gigantische server eigenlijk. En alles draait die in je huis draait op, weet je. Ja, nou, dat is, kan me heel goed voorstellen inderdaad. Ja, toch? Nou hoeft het niet heel groot te zijn, want het wordt inmiddels al heel klein. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, goed. Maar dan, de computers nemen het over, hè, uiteindelijk. Ja. Dus, ja, dan krijg je een beetje dat soort ideeën. Ja. Ja, verder in het nieuws was ook bijvoorbeeld de Catalanen. Ja, dat klopt. Dus die waren in de Catalonische regeringsleiders, nee, hoe noem je dat? Ja, die, politieke leiders. Ja, die dus eigenlijk die onafhankelijkheidsverklaring deden, die bedoel je toch? Ja, die zijn dus vastgezet. Mm-hmm. En dat leveren natuurlijk weer rellen op. Mm-hmm. Dat. Ja. Ja, het blijft doorgaan, hè, die onafhankelijkheidsstrijd. Ja, het is een lastige situatie, want het zijn natuurlijk alleen maar mensen die eigenlijk deels ook wel het wil van het volk soort van verkondigen. Maar het is een hele rare situatie, hè, in Catalonië en Spanje. Ja. Want Catalonië is een heel rijk deel, hè? Ja, het is een rijk deel van Spanje, inderdaad. En dat willen ze niet loslaten. Nee. Maar dit is echt al heel lang een roep naar onafhankelijkheid. Ja, we hebben natuurlijk ook de hoe noem je dat? De terroristische... Ja. Dingen gehad, die, hoe noem je dat, waarmee ze dus onafhankelijk wilden worden. Ja, dus dat. Ja. Ja man, dat is... Heavy shit. Dus inderdaad, het is wel bijzonder natuurlijk dat dat soort politieke leiders opgesloten worden. Een soort, lijkt wel, hoe noem je dat, censuur? Een beetje, maar het is ook niet helemaal gerechtvaardigd hoe ze dat hebben gedaan, zou ik maar zeggen. Nee, oké. Okay. Maar ja, weet je. Ze hebben in ieder geval een statement gemaakt. Ja. Maar ja, daar leiden ze nu wel achter onder. Ja, het is echt wel een flinke aantal jaar in de cel. Ja, echt een jaar of 10 volgens mij, gemiddeld. Okay. Give or take. Ja, hoe gaan we dit bruggen? Niet. Nee, maar hebben we nog wat berichten van luisteraars gehad? Want ik heb begrepen dat we ook in de vakantie aardig beluisterd zijn. En daar zijn we heel blij mee. Super natuurlijk. Tof natuurlijk. Ja. En inderdaad, we hebben luisterpost ontvangen. Veel... is natuurlijk gewoon, gewoon leuk. Gewoon feedback van tof, jullie doen het leuk. Wat mij opmerkte en wat ik eigenlijk ook wel herken is dat iemand zei van ja, jullie verschillen allebei van interesse. Dat merk je ook in als we de vragen aan elkaar stellen. Maar dat vult elkaar juist leuk aan, dus nice. Dat is wel fijn. Ik kreeg een ingestonden gezonde stuk over de Gouden Eeuw. Dat een van de historicus, ik ben even zijn naam kwijt, dat die ook een beetje dat die erop tegen was om de Gouden Eeuw niet meer de Gouden Eeuw te noemen. Mm-hmm. Dus die vond dat passend bij het stuk wat wij natuurlijk samen hebben besproken. Dat wij daar eigenlijk ook wel zoiets hadden. En we hebben nog een soort vraag, of een vraag. We hebben een soort informatieopdrachtachtig iets gekregen. Ja, en een suggestie ook voor een onderwerp. Ja. Die hebben we al deels wel een keer behandeld, hè? Ja, het gaat eigenlijk om... het bericht is met veel plezier luister ik al een tijdje naar jullie podcast. Een suggestie voor een onderwerp dat mij erg interesseert is... het leven in de late middeleeuwen en de overgang naar de vroegmoderne tijd. De renaissance. Dus van 1400 tot 1500. En de onderwerpen die daaronder vallen zijn bijvoorbeeld Bourgondië, de val van Constantinopel en centralisatie tegen decentralisatie. Poep, wat een mooi onderwerp. Heavy onderwerpen, leuk
moeilijke onderwerpen. Ja. Val van Constantinopel hebben we natuurlijk ook een keer behandeld. Ja. Dus het lijkt me niet handig om dat nog een keer te doen. Ah, joh, een klein beetje. Je kunt wel een klein beetje behandelen. Maar renaissance vind ik wel leuk om te doen. Dat is, wel met je, dat is jouw ding ook echt. Ik vind dat heel leuk, zeker. En decentralisatie tegen centralisatie is ook wel interessant op zich. Hè. Maar kunnen we wel een keer doen. Dat kunnen maar we kunnen wel een leuk vormpje gieten, denk ik. Ja, we moeten even kijken of we misschien kunnen we daar iets leuks aan koppelen. Zeg maar, dat we met, misschien ook nog. Ja, met centralisatie, decentralisatie kunnen we een mooi onderwerp aan koppelen. Misschien leuk koppelen ook een heel klein beetje aan de... vooral begrip kwijt. De paus versus de keizer. Dat is ook wel leuk een beetje. Natuurlijk heeft dat er niet helemaal mee te maken. Nee. Maar het is wel een soort van parallel aan. Ja. Nog een stukje misschien Lodewijk de 14e. Oh ja, dat is helemaal vet. Oké, okay, gaan we iets van maken. Zeker weten. En zullen we dat volgende week doen? Centralisatie, decentralisatie? Ja, en de week daarna ook onder je? Nee, ga ik snel? Eerst de renaissance, joh. Oh, je wil eerst de renaissance? Ja, dat is toch... Bellen. Oké. Echt een beetje liefde voor de nieuwe tijd, de wedergeboorte van de oudheid. Kom op. Ja, ik weet nog dat we kunstgeschiedenis moesten doen, die dingen. God, oh god. Nou, het enige wat ik weet is dat als er zo'n ding om zijn hoofd zit, dan is het... middeleeuwen. Ja, maar dat is toch simpel. Een areool om het hoofd was duidelijk inderdaad middeleeuwen. Ja. Want dat was heel erg... Ik kon het sowieso aan de kunststijl van het kunst zien. En hè, de herleving van de... Ja, ik zie aan je hoofd dat je denkt, hou je bek, we moeten door. Nee, maar ik heb helemaal niks met kunstgeschiedenis. Echt helemaal niks gewoon. Ja. Ik vind het mooi, maar vraag me niet. Het is ook een soort blinde vlek. Weet je, je hebt wel mensen die kunnen links en rechts niet uit elkaar houden. Ja. Ik ken het gewoon niet met kunst. En Ionische en een Dorische zaal. Oh god, ja. Hoe meer. Corinthische zaal ook nog. Huh? Dat was de laatste, toch? We gaan door. Hey, belangrijke data de komende week: 28 oktober tot en met 3 november. Wat hebben we deze week in de aanbieding? Op 29 oktober 1929, een mooi bekend jaar. Het is wel toevallig eigenlijk. Hoezo? Nou, zwarte dinsdag, morgen is het dinsdag. What? Mind blown. Ja, nou inderdaad, het gaat over zwarte dinsdag. Nou, wat is zwarte dinsdag eigenlijk? De beurskracht eigenlijk. De beurs in New York stort in. En de aanleiding daarvan is, want dat gebeurt niet zomaar natuurlijk, is dat heel veel aandeelhouders eigenlijk... zijn aandelen gaan verkopen. En een aantal aandeelhouders die vertrouwen het niet en beginnen ook hun aandelen te verkopen. En vinden geen kopers. Hele dure aandelen zijn opeens niet meer waardevol, zijn nutteloos geworden. Heel erg veel mensen verliezen daardoor eigenlijk dus hun geld. Ja, weet je hoe het komt? Niet direct, maar ik weet wel dat die Amerikanen eigenlijk bleven kopen met die aandelen. Bleven ze doorverkopen. En zo kochten ze ook huizen, et cetera. Ja, zonder eigenlijk echt geld uit te geven. Het begint natuurlijk met de Eerste Wereldoorlog. Dat de boeren die exporteren graan naar Europa. Mm-hmm. En die verdienen daar heel veel geld mee. Europa is natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Dus heel veel land is niet te verbouwen. Nou, die verdienen daar veel geld mee. Bedrijven... daar je uit. Hè? Mensen investeren in een boerenbedrijf om meer te kunnen produceren, om meer te kunnen exporteren. Meer artikelen worden gemaakt. Dan komt er dus ook geld vrij voor luxe artikelen. Denk aan een auto, denk aan een magnetron, weet ik niet uit mijn hoofd, maar denk aan een koelkast, televisie, radio, dat soort dingen. Ja, dat kwam allemaal toen inderdaad. Ja, dus mensen gaan dat kopen. Dus uiteindelijk heel veel mensen verdienen heel veel geld ermee. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat Europa zelf weer zichzelf kan voorzien. En de boeren dus niet meer, de Amerikaanse boeren kunnen niet meer exporteren en de graanprijzen dus kelderen. Nou, dat is eigenlijk het begin van de economische crisis, waardoor dus mensen op een gegeven moment geen geld meer hebben. Hè? Want je kan je voorstellen, alles is inderdaad met geleend geld te investeren. Ja. En zolang je dus heel veel geld verdient, kan je dat gewoon afbetalen of terugbetalen of whatever. Maar op een gegeven moment, als iemand merkt van shit, weet je, geld is weg, of de komt niks meer binnen, dan wil ik graag mijn geld wat ik aan jou heb geleend, wil ik terug. Precies, en dat gebeurt dus allemaal op één dag. Ja. Dat moet je je voorstellen. En 11 mensen plegen dan ook op deze dag zelfmoord in Amerika. Ja. En die zwarte dinsdag zou dan ook leiden tot echt een gigantische economische crisis die nog jaren zou duren. Het grappige daarvan is wel dat, nou ja, grappig is het niet... is dat het ook zich doortrekt naar Europa. Hè? Want Amerika had ook heel veel leningen aan Duitsland gedaan. Ja. Ja, die werden ook eigenlijk stopgezegd. Waardoor
Duitsland ook niet meer herstelbetalingen kon doen aan Engeland. Ja. En Engeland dus ook weer in de shit. Nou ja. Ja, die konden dus weer niet terugbetalen aan Amerika. Juist. Dus het werd alleen maar... Het werd alleen maar erger. Het werd alleen maar feest. Eigenlijk. En eigenlijk zie je dat daar heel veel onvrede vandaan komt. En zelfs... Misschien wel de Tweede Wereldoorlog. Of niet misschien. Zelfs de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, indirect zorgt Hitler hier wel weer voor een beetje... onder de Duitsers dan voor een goed moment. Hè? Hij gaat... Hij maakt gebruik van deze situatie om de Duitsers dus weer aan het werk te krijgen. Ja, denk aan het maken van de autobaan en werkverschaffingen. Dus in deze tijd, rond de jaren 30, doet Hitler heel veel mooie dingen voor de Duitsers. Waardoor hij ook zoveel macht kan krijgen. Ja, heel populair wordt inderdaad. Ja. Ja, ook in Nederland slaat natuurlijk de beurskracht toe eigenlijk. Ja, klopt. We hebben ook heel veel projecten die worden opgezet. Hè? Ja, precies. Maar op een gegeven moment is het hard werken nog... Voor heel weinig, waardoor mensen dus ook weer zoiets hebben van... Ja, ik ga ook niet keihard werken voor zo weinig geld. Ja. Dus het... eigenlijk reageert de Nederlandse regering zoals ze vaak reageren door te bezuinigen. Mm-hmm. Ja, en dat werkt ook weer averechts. Klopt, ja. En wat ook de gouden standaard, die bleef nog in stand inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus die bleven ze in stand houden, waardoor dat ook allemaal weer... Nou goed, het was een grote drama in ieder geval. Ja. En, je kan dus eigenlijk zeggen dat... dat die economische crisis een beetje een dode man was. Ja? Ja, een beetje een dode man. Maar niet van Europa in dit geval. Maar... nee. Heb je hem of niet? Ja, ik heb hem. De dode man van Europa. De zieke oude dode man. Of hoe zeg je het? Zulke dode man. Dat was een zieke man van Europa. Ja, dan hebben we het natuurlijk over het Ottomaanse Rijk. Hè? En aan het einde van het Eerste Wereldoorlog, wat bijna Tweede Wereldoorlog zeggen, schaam je. Zie je dat eigenlijk het Ottomaanse Rijk ten einde is. Ja, het valt uit elkaar. Het wordt eigenlijk verdeeld onder de geallieerden. Ja. En 29 oktober 1923, dus we gaan een stukje terug, wordt de Republikeinse Grondwet de Turkse Republiek gesticht. Hey, grappig dat Turkije wat vaker terugkomt. Nu. Ja. Maar wel interessant. Dit wat positiever dan. Ja. En denk ik. Mustafa Kemal Atatürk, geboren 1881, gestorven 1938, wordt de eerste president. En die blijft ook in het ambt tot hij doodgaat. En Ankara wordt dan de hoofdstad van Turkije daarna. Interessant. En deze man die heeft tot op de dag van vandaag heel erg populair in Turkije. Ja. Kemal, oftewel Atatürk. Of Atatürk, hoe je het wil noemen. Heel bijzonder wel. Want als je nu kijkt naar Turkije nu. En als je het vergelijkt met Turkije in deze tijd. Zie je dat er zijn toch wel grote verschillen te zien. Ja, Atatürk wordt wel de vader van de Turken gezien. En hij scheidde dan ook het kalifaat af. Hè? Dus dat betekent eigenlijk het kalifaat in Turkije. Hij wordt afgeschaft en het wordt eigenlijk een republiek. Een republiek, ja. Ja, heel westers eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat is wel van anders. Als nu jou natuurlijk zoekt, of zocht in ieder geval Turkije wel toenadering tot Europa. Maar dat is eigenlijk afgeketst. Ja, klopt. Weet je ook waarom? Nee. Als ik het goed heb, ligt dat aan het feit dat op het moment dat Atatürk de Turkse Republiek stichtte, heeft hij een soort van failsafe ingebouwd tegen te gaan dat er een dictator komt. Uh-huh. En dat geeft hij het leger, had hij geloof ik op een of andere manier de macht gegeven dat als een leider dus te sterk werd, dat dan het leger mocht ingrijpen om hem af te zetten. En dat was eigenlijk dat was een van de dingen, er zullen wel meerdere dingen gespeeld hebben natuurlijk. Maar als een van de dingen waardoor Europa zijn. Nou ja, dat is natuurlijk een soort. Hoe noem je dat? Iets wat je niet kan voorspellen, zeg maar. Dat kan elk moment een staatsgreep gepleegd worden. En dat is voor ons te onzeker. Dus dat willen we niet. En dat is ook een reden waarom nu Erdogan dus zoveel macht aan het krijgen is. Omdat hij dus dat moest uitschakelen. Dat is eigenlijk weer een negatief gevolg. Of wij noemen het natuurlijk negatief. Van de afwijzing van de EU. Klopt. En je zag eigenlijk laatst, een paar jaar terug natuurlijk, dat ook het leger, of een gedeelte van het Turkse leger, probeerde dus een staatsgreep te plegen. Inderdaad. En dat heeft nog te maken met... Bijzonder wel dat kan natuurlijk. Dus dat heeft ingesteld. Ja. Heftig was, ja. 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 Oké. Okay. Ja, dus dat was bijzonder. Ja, ik kan me voorstellen tijdens een staatsgreep dat er ontzettend veel paniek uitbreekt. Oh, je bent echt gewoon opdreven, jongen. Ja. Ja, maar jij had hem al een beetje opgewarmd. Ja. Dit is een leuke trouwens. Ja, op 30 oktober 1938 breekt er in de Verenigde Staten paniek uit.
En eigenlijk is de boosdoener daarvan is eigenlijk het hoorspel van War of the Worlds van H.G. Wells, een bekende sci-fi schrijver. En dat wordt uitgezonden in New York, dat hoorspel. En het hoorspel begint eigenlijk met een muziekprogramma waarop wordt ingebroken door een nieuwslezer met een extra bulletin. Weet je, een soort van... dit is breaking news. Ja, precies. I've got breaking news. Aliens are coming. Ja. En dat was dus ook inderdaad de boodschap. Vreemde verschijnselen die waargenomen zijn. En die blijken dus aliens te zijn, indringers. En veel mensen denken dus dat Amerika echt wordt aangevallen door aliens. Ja, in deze tijd zijn dat nu, als je kijkt naar 1938, science fiction is echt aan het opkomen hier. Hè? Ja. En mensen zijn daar gewoon heel erg mee bezig. Ook stripverhalen, boeken, H.G. Wells, heel bekend. Hè? Dus ja, het is niet zo heel gek dat het kan gebeuren. En het is echt opgenomen alsof het echt is. Dus dat maakt het heel interessant. Ja, ze hadden geen internet of mobieltjes waarop ze moeten checken. Dus ze dachten dat het dus echt was. Ja. Dus dat is een leuke. Kan je voorstellen dat het gebeurt, joh. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk... Ja, wat je kan doen als de aliens aanvallen is onder de grond graven. Ja, dat deden de Britten en de Fransen ook in... eigenlijk dat deden ze daarvoor al. Maar op 30 oktober 1990 waren ze eigenlijk eindelijk elkaar tegemoet gekomen. Want wat was aan de hand? Onder het kanaal zijn beide partijen een tunnel aan het graven. En het kanaal, dat is natuurlijk is nu heel erg belangrijk nog steeds. Ja. Wordt misschien wel... wat minder belangrijk, of nog belangrijker misschien. Ze schudden uiteindelijk op 30 oktober 1999 kunnen ze elkaar de hand schudden door de tunnel heen. Wat heel bijzonder is eigenlijk. En in 1994 in mei wordt het in gebruik genomen, dus dat is best snel daarna. Ja. Dus dat is 4 jaar zijn ze nog mee bezig geweest, maar het wordt tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Ja, zeker. Ja, ik kan me er wel iets van herinneren, maar niet super veel. Ja, ik ook. Klopt, ik heb het nog op het journaal gezien, denk ik. Ja. Dat staat me nog wel bij, dat ze de hand schudden. Ik was al heel jong toen, hoor, maar het staat... Of ik heb het later teruggezien. Ik was 10, denk ik. Ik denk dat ik het later terug heb gezien of zo. Ja. 94 was ik 10. 90 was ik... Ik was 8 of 9, zoiets. Je bent jonger dan dat ik ben. Ja, dat klopt. You young en knapper. Son of a bitch. That's not what she said. Wat? Ja. we gaan naar 31 oktober, maar dan in 1517. En dit is wel super, dit is echt gewoon, mind is blown. De Duitse priester Maarten Luther timmert 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg. Overigens niet bevestigd dat dit echt waar is, maar zo luidt de mythe / geschiedlezing. Luther heeft onder meer bezwaar tegen de handel in aflaten waarmee katholieken hun zonde kunnen afkopen. En aflaten was een soort brief en die kon je dus kopen en dan had je dus een soort... ik hoef niet naar de hel. Zeg maar. Niet alleen voor jezelf, dan kon je ook voor familieleden kopen. En op deze manier kon je een soort van vrijbrief krijgen van... Hey, kijk eens, ik ga niet naar de hel. Ja, maar ook inderdaad voor die al dood zijn, geloof ik. Ja, klopt. Dus als je wijsgemaakt bent dat je geliefde naar de hel is gegaan... Ja, dan kon je dus weer vrijkopen uit de hel. Zogenaamd. Oké, heel weird, maar... Ja. De paus kan natuurlijk Luther zijn actie niet zo waarderen. Dus die vraagt ook een aantal keer om zijn standpunt te herzien. Nou, Luther die denkt, bekijk het maar, steek er maar in. En ik ga het niet doen. En eigenlijk brengt hij daar, bedoeld of onbedoeld, de reformatie op gang. Want zijn idee was eigenlijk om de katholieke kerk te hervormen. Ja, klopt. Hij was eigenlijk gewoon wel katholiek, maar hij wilde hervorming inderdaad. Ja. En daar is wel het Lutheranisme uit voortgekomen. En daardoor is Calvijn ook geïnspireerd om het Calvinisme op gang te zetten. Zodoende ook het protestantisme. Hè? Ja. Ja, man. Ja, dus dat is wel super grappig, interessant. Ja, ik vind het interessant. We hebben hem wel vaker voorbij zien komen, Maarten Luther. Ja. Maar het is wel een belangrijke gebeurtenis in de westerse geschiedenis. Zeker, een heel belangrijke gebeurtenis. Hè? Uiteindelijk zie je ook dat de godsdienstoorlogen eruit komen. Ja. En uiteindelijk zie je dat dus... besloten wordt dat in de heer zijn gebied is, de heer zijn religie. Hè? Dus dat, ja, in Duitsland is dat dan. In Duitsland, een bepaalde mate van godsdienstvrijheid eigenlijk. Ja. En dat was heel voordelig voor die heren natuurlijk. Gaan we toch nog een beetje naar centralisatie, decentralisatie toe. En dan zie je die heren die dan zelfs kunnen bepalen hoe of wat in hun eigen gebied. Want ja, eigenlijk is dat decentralisatie. Is dat klopt, dat klopt. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een tegenreactie op Karel de Vijfde. Tenminste, latere Karel de Vijfde. Ja, en Philips dan... Ja, hij had niet Philips. Philips die kreeg dan de Nederlanden en Frankrijk. En zijn broer Ferdi... Nee, ik weet het niet meer. Zijn broer die wordt natuurlijk keizer. Ja. Die wordt echt de keizer, zijn opvolger. En hij krijgt inderdaad mee te maken dan inderdaad met al die... Ja, ja. En
Ja, wat wil ik zeggen? Ja, het verschil tussen Calvinisme en Lutheranisme is dan ook dat Lutheranisme echt bedoeld is dat je nog wel de keizer of de leider trouw blijft. Ik had het toch goed. Ja, het Ferdinand. Goed? Bam! Ja, keizer nice. Ferdinand. Bam! Sorry. Ding, ding, ding. Dus eigenlijk zegt Luther van ja, je moet wel je heer trouw blijven. Ja. En Calvinist, Calvin vond van niet. Hè. Die vond echt als de ja, net zoals we met de Chinezen hebben gehad. Ja, ja. Als je de heer niet goed is voor je, mag je hem afzetten. Nou, dat zie je dus ook dat dat gebeurt in Nederland. Ja. Philips II wordt uiteindelijk afgezworen. Zeker, zeker. Ja, dus het heeft misschien ook wel mee. Of het is ook een oorzaak voor indirecte oorzaak voor de afscheiding van Nederland van het Habsburgse Rijk. Ja, Luther zelf is ook getrouwd daarna. Hè? Dat kon dan weer wel blijkbaar. En hij heeft ook heel veel Joden vermoord. Oh, echt heel veel Joden vermoord. Nou, lekker een event dan. Ja, want andere tijden sowieso, hè? Ja, niet dat ik het goed kan. Ik kan niet zeggen, toch? Ja, maar man, was andere tijden. Gewoon, ja, nee, maar goed, weet je. Ja, man, hij heeft Joden vermoord. Ja, man, andere tijden. Zo bedoelde ik het niet. Hij bedoelde meer van. Ja. Het komt over alsof dat goed is wat hij deed, toch? Wij vinden het fantastisch dat hij dat op de muur spijkerde. Maar ja, hij heeft ook dingen gedaan die juist weer niet goed zijn. En dat moet ook, vind ik ook, dat dat benadrukt moet worden. Ja, precies. En ik kan niet zeggen, ja, wauw, weet je, tof of niet tof. Maar ja, ik vind dat wel dat je dat... Nou, het brengt nuance aan in het hele verhaal natuurlijk. Ik denk dat dat... Kortom, de hele reformatie laat heel veel stof opwaaien. En zorgt ervoor dat er heel erg veel puin wordt bedolven. Binddreef. In Europa. Ja, nou, deze. Sorry, maar deze moest gewoon eventjes. Nou, 1 november het jaar 79, dus dat is een flinke tijd geleden. Dan hebben we het natuurlijk, als we het over puinbedolven hebben, over Pompeji. En het stadje Pompeji wordt in Italië bedolven onder een laag as en stenen uit de vulkaan de Vesuvius. En in de 16e eeuw wordt het eigenlijk het verdwenen stadje, want dat werd ook echt verdwenen, want het was echt onder puin bedolven. Weer bij toeval ontdekt. En in 1748 begonnen dan ook er opgravingen. Dus dat is best al lang geleden. Ja. En de opgravingen bieden ons ook echt ontzettend veel informatie over de Romeinse tijd eigenlijk. Hè? Nog steeds. Hè? We hadden het vorige keer ook over dat er een geschrift weer gelezen kon worden. Is die inmiddels wel leesbaar? Heb ik niet... Ik heb er ook niks meer over gehoord. Van teruggekregen. Nee. Misschien zijn ze nog maar bezig. Denk het. Maar goed, we kunnen dus heel erg veel hebben we ontdekt. Ook heel erg veel dingen zijn ontkracht daardoor. Ja. Denk maar aan die vallensymbolen. Ja. Dat al heel veel penissen, letterlijk. Waar kon je overal vinden? Iedereen dacht dat het over hoerenhuizen waren, maar het was eigenlijk gewoon een symbool van vruchtbaarheid en geluk. Ja. En dat was in die tijd gewoon heel normaal. Ja, op een gegeven moment natuurlijk, als je op bijna elk huis zo'n vallensymbool vindt, dan kan je niet meer zeggen het zijn allemaal hoerenhuizen. Nee. Dus op die manier hebben we heel veel kunnen leren van Pompeji. Hè? Ook, ja. Het was natuurlijk ook een soort vakantieoord voor belangrijke generaals. Ja. Dus dat was ook wel leuk. Ze hebben geloof ik de wegen, hoe ze dat hebben. Dat ze weten dat er eenrichtingsverkeer wegen waren. Met een kruis inderdaad. Ja. Dus dat ook de echte ingenieurs van de Romeinen echt wel heel goed waren. Dus dat is wel... Ja, ze bouwden dan ook. Hè, kwamen ze achter dat de steden in de Romeinse gebieden ook echt op een bepaalde patroon werden gebouwd. Ja. Wat echt heel interessant is natuurlijk. Nou, je zou denken van ja, maar als het onder puin bedolven is, hoe weten we dan dat het 1 november 79 is? Nou, dat is natuurlijk ook geschreven. Er zijn de mensen die ontsnapt zijn. Hè? De geschriften van Plinius de Oudere weten we ook nog wel, die daarover geschreven heeft. Nou, Pompeji had ongeveer waarschijnlijk 20.000 inwoners, waarvan er 2.000 waarschijnlijk omkwamen. Dus je ziet, er zijn heel veel mensen ook gevlucht. Of die op tijd misschien konden wegkomen. Ja, sowieso Jon Snow. Ja, die film inderdaad, dat klopt, ja. Ja, je kan zeggen wat je wil van de film. Ik vind het natuurlijk, het is allemaal romantische shit en zo. En het zal echt allemaal bullshit zijn wat er gebeurt. Maar het geeft wel echt een supermooi beeld van een vulkaanuitbarsting. En ook, maar ook wat er goed in wordt laten zien, is dat de inwoners ook echt geen idee hadden wat het was. Nee, ze wisten ook niet, natuurgeweld werd aan de goden... toegebedeeld, zou ik maar even zeggen. En men dacht ook dat het eigenlijk een vulkaan is waar de god Hephaistos, dat is de Griekse variant, Vulcanus. Ja, of Vulcan, ik weet niet meer, ik weet even de juiste benaming niet meer. Dat was een soort van god die zeg maar allemaal dingen maakte als in een smid, zeg maar. Ja. Dus die dachten dat hij dat was. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. En die wisten ook niet zo heel goed wat ze ermee aan moesten. Die konden niet zeggen, oh ja, vulkaan, dus we moeten snel weg, want dan dus... Toch vind ik dan, als je dan kijkt, dat er nog relatief weinig mensen dood zijn gegaan. Ja, ben ik met je eens.
Ja. 18.000 man zijn er dan toch ongeveer ontkomen. Ongeveer 18.000 man. Dus dat valt dan op zich nog mee als je bedenkt dat mensen dus echt geen idee hadden wat het was. Klopt. Ik denk ook wel dat het komt dat natuurlijk ook een gebied omheen waarschijnlijk ook wel... Dat daar veel mensen ook woonden natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. Oké. Nou, dan de laatste. Ja. Dat is wel denk ik de heftigste eigenlijk. Ja, althans, de heftigste. Ja. Natuurlijk de moord... Het is maar één man. Het één man, maar toch. Het ligt dicht in onze geheugen gegrift, zal ik maar even zeggen. Ja, ja, op 2 november 2004 wordt Theo van Gogh vermoord. En dat gebeurt eigenlijk om 9 uur 's ochtends in Amsterdam. Hij wordt door een voorbijganger onder vuur genomen. Hij wordt door 7 kogels geraakt en dan met 2 messen nog gestoken. Aan 1 mes werd een brief achtergelaten. Die was gericht aan Ayaan Hirsi Ali. En dat was een... ja, politici, volgens mij van de VVD uit mijn hoofd. Politicus, ja. Politica. Een enkele minuten later, na wat heen en weer schieten, houdt de politie de verdachte aan. En het gaat dan om Mohammed B. Hij zit volgens mij nog steeds vast. Mm-hmm. Hij heeft een Nederlandse en een Marokkaanse nationaliteit. Waarom dat belangrijk is, is natuurlijk zijn motief. Hè. Eigenlijk een van de eerste, denk ik, godsdienstige politieke moorden in Nederland. Ik weet het niet. Ik denk in ieder geval na 9-11. Dat het Westen vooral heel erg gericht is tegen... Ja, een eerste schokkende ding in Nederland eigenlijk, denk ik. Mm-hmm. 2004, ja, want dingen was nog niet vermoord, toch? Of is die al wel vermoord? Pim Fortuyn. Maar ja, die was weer niet door een moslimistische... Nee, maar daar vreesde men dus wel voor. Dat was wel iets anders inderdaad. Hij was wel natuurlijk eerder neergeschoten. Hij werd neergeschoten, toch? Pim Fortuyn is neergeschoten, ja. Ja, dat was in 2002. Ja, toch? Ja, zie je wel. Ja. Maar daar vreesde men, omdat hij zo anti-islam was, dat daardoor kwam. Dus klinkt heel raar en cru dat dat... Ik weet dat ik opgelucht was dat het niet het moslim was die Pim Fortuyn had neerschoten. Ik snap wat je bedoelt. Het klinkt heel raar, maar ja. Ik dacht, fuck, als dit moslim is, dan hebben we echt pop aan dansen, weet je wel. Eigenlijk wil je nu ook zo denken. Ik vind nu het populisme nog veel hoger eigenlijk dan in die tijd. Mm-hmm. Met Theo van Gogh was het natuurlijk wel zo. Ja, die maakte ook filmpjes en zo. Ja, die maakte wel echt anti-islam filmpjes en dat soort dingen. Ja, vrijheid van meningsuiting in Nederland is wel belangrijk. Ja. En dat is wel een aanval hier. Dit is gewoon een aanval op je vrijheid. Ja, dat is zeker waar. En of je nou ook Kevin of niet, dit is wel, ja... Ja, dit is niet hoe wij hebben afgesproken met elkaar om te gaan. Of je het nou eens bent met die filmpjes. En of je nou persoonlijk aangevallen bent. We hebben laatst nog een voorbeeld van de boeren, hè, die een kist met de naam Jesse, een doodskist met de naam Jesse. Ja, bizar hè? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, vind ik. Dat is compleet dreigen met moord. Gewoon bizar, toch? Ja, hij is wel aangesproken en heeft gezegd, nee, dat bedoelde ik niet. Want op de andere kant van de kist stonden nog andere namen. Ja. Dat maakt het beter. Dan ontkracht je de hele beweging in mijn ogen. Ja, kijk, je wil natuurlijk iets bereiken, hè, met een staking. Het zou zelfs zijn als wij als docenten dadelijk met een doodskist met Arie Slob erop komen. Ja, daar wek je niet. Je bereikt je doel niet, hè? Aan de andere kant hebben ze uiteindelijk toch door heel veel geweld te gebruiken wel een zin in een bepaalde provincie kunnen doordrammen. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is wel. En nu heeft natuurlijk ook Den Haag de groep van houden. Dit gaat niet gebeuren, we gaan het anders doen. Ja. Want dit werkt niet. Hè? Dus dat is wel goed, want er moet wel één lijn in zijn. Hè? Ja, het sloeg natuurlijk nergens op. Ja, maar ik vond het ook nergens op slaan. Maar je rijdt met je trekker en deur door. Ik vind dat Lubach trouwens, heeft daar een gigantisch goed filmpje over gemaakt. Ja, ook weer. Ja, hij is wel eens heel scherp, vind ik. Ja, man, ik lig ook dubbel om die gast. Ja. Serieus. Ja, maar hij brengt het leuk, maar hij heeft het wel heel scherp. Maar dat is zijn kracht ook, hè? Ja, maar hij zegt ook, hè, van we zijn niet tegen de boeren of zo. Nee, maar dat zeggen we, hebben wij ook gezegd. Wij zijn niet tegen de boeren. Daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om. En wat mooi is, dat hij dan wel belicht van, Henk Bleker, die daar ook op die boeren staat. Ja. Die klootzak. Ja, die heeft voor, heel veel ellende. En dan gaat hij een beetje veganisten zitten zwart maken. Ja, gaat niet. Dat normaal, joh. Even serieus. Goed, we dwalen een beetje af, man. Van het moord van Theo van Gogh naar de boeren. Ja, Theo van Gogh dus 2004. En eigenlijk wel een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Ja, zeker. Eigenlijk een aanval op de vrijheid zelf. Ja, vrijheid zelf, inderdaad. Zo. Wow. We zijn... eigenlijk door onze belangrijke data heen. En ik denk dat we doorgaan naar de drie quizvragen. Vragen. All right. Kent u deze nog? Ja.
Ik weet alleen niet meer wie de bron, wie er moet beginnen. Ik begin wel. Jij begint. Ik bedoel, cool. Ik bijt het stof wel af. Ja. Ik bijt wel in het stof. Ja, in de zak. Hoi? Ja. Nee. Hé, hey, daar komt ie. Eerste vraag voor jou, Paulus. Ja. Uit welk land... Ik ben echt kapot, maar... Uit welk land komt de doedelzak? Oorspronkelijk. Ja, dat is natuurlijk, zou zeggen, dat is Schotland, maar dat zou een beetje super logisch zijn en dan zou je de vraag niet stellen. Dus het zal fucking Ierland zijn. Nee. Oh, damn. I tricked you. Yeah. Nee, het is interessant. Iedereen die zal zoiets zeggen, Schotland is ook misschien de Ieren dan. Maar dat is niet waar. Zeg maar 2 eeuwen voor het begin van onze jaartelling schijnt het dus in het Indusgebied, dus eigenlijk het huidige India en Pakistan, verspreid te zijn naar het Midden-Oosten en later Europa. Nee joh. Ja. Nou, en de bekendste is uiteraard de Schotse doedelzak. Maar het schijnt dus dat die zo daardoor verspreid is naar Europa. Oké, okay, cool. Dat is wel nice, toch? Dat is nice. Ja, doedelzak. Doedelzak, ja. Polzak. Oké, voor jou. Oké, okay, got it. Wanneer was de eerste klassieker? Ja, gast, even serieus. Dit is echt gemene. Okay. Oh my god, I fucking hate you. Oké, het mag op give or take 10 jaar of zo. Het zal wel heel lang geleden zijn dan. De eerste echte klassieker. 1935. Ik zei 10 jaar, dus dat wordt dan of 25 of 45. En dat is niet goed. Oké. Okay. Het is 1921. Oeh. Ja. Zo close was hij eigenlijk ook niet. Ja, nee. Nee, grappig. Nee, we hebben natuurlijk gisteren de klassieker gehad. Ik vond geen klassieker. Ik ben voor Ajax, mijn vrouw is voor Feyenoord en mijn buurman is voor Feyenoord. We hebben gewoon gebroedelijk op de bank zitten kijken, dus niks aan de hand. Ik ben voor Ajax. Sorry voor degene die voor Feyenoord zijn. Maar het was echt, ik vond het niet leuk, weet je. Als Ajax ziet, vond ik het ook niet leuk, want dit was geen klassieker. Er was gewoon nul spanning in. Het was gewoon een slagpartij. Ik vond het gewoon niet leuk. Maar voor dat ook nu een klein beetje humor, omdat die anderen dan een beetje zo... Ik heb dat helemaal niet zo, nee, weet je. Ik weet dat Feyenoord won een keer 6-2 van Ajax. Nou, dan zijn ze helemaal blij, die Feyenoord. Ja, dat klopt. Nou, laat ze lekker blij zijn. Dat snap ik, als je tegen Ajax wint. Je, dan, mag wel een keertje, toch? Ja. Zeg ik als Rotterdammer dan, hè? Precies. Maar ik vind het zelf ook humor, hè? Want het is altijd zo keihard brullen en weet ik veel wat. Ja. Het enige wat ik kan zeggen is een fijne maandag. Fijne van Feyenoord. Nee. I got it. Anyway, de concurrentie tussen Amsterdam en Rotterdam, de twee Nederlandse grootste steden, is eigenlijk terug te voeren naar de middeleeuwen. In de 13e eeuw kregen beide stadsrechten. Amsterdam rond 1300 en Rotterdam rond 1340. En de rivaliteit tussen de voetbalclubs begon eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog. Op het moment dat zowel Ajax als Feyenoord in de eerste klasse kwamen. Ajax speelde er al en Feyenoord kwam er in 1921 ook terecht. En zo ontstond eigenlijk die rivaliteit. En op 9 oktober 1921 stonden de clubs uit Amsterdam en Rotterdam voor het eerst tegenover elkaar op dat niveau. Ajax won in Rotterdam met 3-2, maar na Rotterdams protest werd de uitslag bijgesteld tot 2-2. Nee joh, what the fuck. Waarom? Ik weet het ook niet, ik kon het niet terugvinden, maar dat is wel zo. Dus in 9 oktober 1921 was de eerste klassieker. Dat is een fijn spel. Klassieker staat overigens ook op, ik geloof de nummer 5 in de wereld van... Van heftigste klassiekers, zeg maar. Van grappig. Meest ik ben wel benieuwd wat de eerste is dan. Dat is Barcelona-Real Madrid. Oké, ja, dat is niet oké. Logisch. Maar echt, hè. Alright, nice man. Ik heb ook nog één voor jou. Ja. De Joden waren niet de enige die een symbool moesten dragen in de Tweede Wereldoorlog. Nee. Op het kledij dan. Welke groep moest dat ook? Zigeuners. Hoe zag dit symbool eruit? Zigeuners en het zag eruit als een woonwagen. Ik weet niet. Gast, even serieus. Nee. Dat is echt... Ik weet het niet, gast. Ik weet dat het waren zigeuners, toch? Nee, oh. Helaas. Althans, wie weet moesten zij ook wel een keer dragen. Nee, het waren homoseksuelen. Oh, fuck. Dat wist je zeker, of niet? Ja, dat had ik moeten weten. Ja, die moesten... Ja, zelf natuurlijk een beetje... Nee, ze moesten een roze driehoek dragen. Roze driehoek. Een concentratiekamp, ja. Heftig shit, man. Ja, heel bijzonder. Dat moesten ze dus dragen om aan Gaarten dan andere kampbewoners te laten zien in concentratiekampen. Heftig. Ja, en er is ook een, later ook wel hoe zeg ik dat, monument gebouwd. Ook een roze driehoek. Ik geloof dat die, waar is die eigenlijk gebouwd? Amsterdam, volgens mij? Kan dat zijn? Amsterdam, volgens mij. Ja, jij stelt de vraag maar. Ja, ik moest even denken. Ik dacht in Amsterdam. Om dat te herdenken. Okay. Dus dat is, ik vond het wel mooi om dat even te benoemen. Want ja, dat is ook heftig natuurlijk. Ja, zeker. Maar wel bijzonder dat het een roze driehoek is. Misschien komt daar dat dan een beetje vandaan dat
Ja. Dat roze gay is of zo. Ik weet het niet, ik denk het. Ik heb geen idee, ik weet anders ook niet waarom. Goeie vraag. Waarom moet je ja, goeie idee. Ja, toch? Ja. Dus hoeveel staat het? 0-0. 0-0, ja. Damn it. 2 voor jou, nummer 2 voor jou. Waar komt het woord kater vandaan? Oh, fuck. Oh, je bent echt, echt van die naaivragen vandaag. Ah, sorry man, ik... Nee, geef niet. Waar komt het woord kater vandaan? Ik heb een kater. Ik weet het echt niet, jongen. En, middeleeuwen misschien, de Duitse, weet ik veel, nee. Oh? Nou, misschien toch, ik denk dat ik daar toch iets heb als ik zo naar je hoofd denk. Niet de middeleeuwen, nee. Het is waarschijnlijk wel uit het Duits, komt het waarschijnlijk. In de Duitse studentenkring wordt vanaf 1850 het woord kater... krijgt dan de betekenis van onaangenaam gevoelens na drankmisbruik. Mm-hmm. Dus in studentenkringen daar ontstonden dus. Het woord zou eigenlijk een vervorming zijn van het woord kater. Kater. Ja, het is K-A-T-A-R-R-H. Dus K-A-T-A-R-R-H. Dat is de Duitse naam voor een slijmvliesontsteking of verkoudheid. En daar zou dus door die studenten waarschijnlijk zou dat verbasterd zijn of veranderd zijn in ongename gevoelens naar drankmisbruik. Okay. Maar het zou ook nog kunnen dat het een gevaarlijk drankje was in 1575, waarna mensen als ze dat dronken s'avonds, als ze pijn kregen in hun harsjes. Dus dan is het wel de middeleeuwen. Nou ja, dat is een nieuwe tijd toch? Nee. Fuck ja. Nou oké, een half puntje voor jou dan. Yes! Fuck ja! Yeah! Oké. Okay. Vraag 3. Oké, ik heb een derde vraag voor jou en deze gaat jou lukken. Dus dit is een punt voor jou, dat weet ik zeker. Wie was de eerste vrouwelijke huisarts in Nederland? Ja, dat was Alette Jacobs. Heel goed, jongen. Boom. Nou, ik denk, ik doe even inkompetitie. Thanks, man. Okay. Nou, Alette Jacobs is natuurlijk bekend als de eerste vrouwelijke huisarts van Nederland. Hè. Ja. Echt ook eerste soort van voorbeeld van, voor de vrouwenemancipatie ook. Hè. Voorbind? Voorbeeld. Een voorbeeld. Of zei ik voorbind dildo? Nee, toch? Nee, ik zeg maar. Voorbeeld voor de vrouwenemancipatie eigenlijk. En ja, daar staat ze nog steeds onbekend eigenlijk. Nice. Ja. Ja. Damn it. Was zij ook niet, of was dat Troelstra, die waar wel opgestemd kon worden, maar die niet zelf mocht stemmen en dat ze dat raar dat vond? Was dat L.A.T. Jacob? Dat weet ik niet zeker, maar ik weet wel dat het zo was dat vrouwen tussen 1917 en 1919? Of tot en met 21 kan, ik weet het niet. 1919 is vrouw kiezenrecht. Ja, dat klopt, maar ze konden daar nog niet verkiesbaar worden gesteld, geloof ik. Dat moest tot de volgende stemming zijn of zo. Dat ja, oké. Okay. Maar 21. De reden waarom vrouwen kiesrecht wilden hebben was omdat... er was op een gegeven moment een vrouw die daar kon wel op gestemd worden. En die zei, maar die mocht zelf niet stemmen, dus die ging dat aan de kaak stellen. Dat klopt. Maar dat was voor mij wel voor... Dat klopt. Dus. Ja, het zou me niet verbazen als zij het nee. is. Dus. Oké, okay, nou. Nou, de laatste. Voor jou. Slachthuis, kom maar. Welk eiland wordt door Christopher Columbus vandaag in 1492 ontdekt? Ja, dat is niet zo moeilijk. Oké. Okay. Volgens mij is dat Cuba. Oh, the man knows. Anderhalf, bitch. This means I'm win. Woehoe. Ja, je hebt gewonnen. One and a half to none. Oké. Okay. Fuck jou. Nou ja. Klopt, Cuba wordt... Nou, oké, ik geef jou ook een half puntje, want je had wel die die zigeuners. Nou, okay. Nee, 0,1 dan. Okay. Okay, sorry, ik onderbrak je. Okay. Nee, maar het eiland wordt... Cuba wordt inderdaad ontdekt, als je het zo kan noemen, want er woonden waarschijnlijk gewoon mensen in 1492. Vandaag, 28 oktober, dus... Ja, dacht dat is wel grappig, dacht ik. Dat klopt, ja, Cuba inderdaad, want althans rond Cuba, wat we nu Cuba noemen, zeg ik altijd. Ja, Cuba. Dus, dat. Dat is dat. Dan rest ons alleen nog even de quizvraag voor jullie. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat we deze keer weer hebben. Maar hij is wel leuk. Ik vind hem wel leuk, toch? Ja. Zeker leuk, zeker. Ja, leuk. We hebben natuurlijk dit weekend... is de klok weer een uur achteruit gegaan. Ja. En we vroegen ons af of jullie als luisteraars ons konden vertellen... nou eens een keertje waarom dat zo is. Ja. Waarom hebben we zomer en waarom hebben we wintertijd? Ja, dus de vraag is letterlijk... waarom hebben we zomer en wintertijd? Ja. Punt. Dus, vertel maar eens even. Laat ons maar eens weten. Ja. Ja, en dan zijn we alweer aan het eind gekomen van aflevering 8. Oh man. Gaat snel. Ja man. Ja. Leuk. Ja, dus we vinden het super gaaf dat jullie luisteren. We proberen een hashtag in het leven te roepen. Dat lukt nog niet echt, maar een keer helpen. Hè? Hashtag het Raadspension. Als je over ons praat, zou leuk zijn, grappig zijn. Daarnaast, ja, we vinden het altijd leuk om natuurlijk feedback te krijgen, vragen te krijgen. Proberen we serieus mee om te gaan. Ja.
En blijf luisteren, blijf ons delen. Mocht je ons willen sponsoren, dan hoor het wel. Maar het is superleuk. Maak het met veel plezier. Zeker, dude. Ja, ik denk dat we jullie volgende week weer zien op Spotify, iTunes, Deezer of SoundCloud. En, of Twitter, Instagram of YouTube. Don't forget to like en subscribe. Nee, grapje. Superleuk dat jullie natuurlijk weer hebben geluisterd. En ik hoop dat het volgende week ook gewoon een badass aflevering wordt. Wordt het sowieso. Aflevering 9 dan. Tot volgende week. Tot dan.